Kan je ook deze helikopter nog opeten? Ja. Hoi Charlie. Hallo. Heb je ooit zo'n blij kind gezien? Nee. Buikspieren trainen. Dat moet je zo doen. Ja, zo ja. En hij is helemaal zo, allemaal van die hele kleine tandjes zitten erin. Jimmy die is eigenlijk in de afgelopen 4 maanden bijna een hele kilo aangekomen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hallo Jim Jim, we zijn er weer. Waar gaan we naartoe? Naar de kapper. Naar de kapper? Ja. Nee, dat wouden we net. Maar we zouden nou eerst naar de dokter gaan, hè? De dokter? De arts. Arts. De arts. Nee, we moeten naar het consultatiebureau. Eindelijk weer een keertje met Jimmy. Dat is echt meer dan een jaar geleden, denk ik. Gaan we jou meten en wegen en kijken hoe dat het ervoor staat. Met de Jim Jim. Kijk hem, jongen. Is dat een goed idee? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, we moeten dus weer een keertje met Jimmy. Volgende week moeten we met Charlie, dus vet onhandig. Maar goed, kon niet anders. We go with them all. We go with the whole family, yes. En Charlie, die zit hier al klaar in de Mexicozy. En die heeft een maatje 68 aan. Wow. Wow. Met appel. Met appel. Charlie heeft in bed gelegd. Die slaapt nu elke middag best wel een lang ruk slaapje ook. Dus dat is ook prettig. Dan kan ik tenminste 's middags ook nog wat dingetjes doen. Jimmy die is eigenlijk in de afgelopen 4 maanden bijna een hele kilo aangekomen. Terwijl ze nu op deze leeftijd niet zo snel meer aankomen. Maar hij was toen afgevallen. Omdat hij 2 dagen ziek was geweest dat hij echt niks binnenhield. Had hij natuurlijk geen reserves voor, dus toen is hij echt best wel wat afgevallen. En vanaf dat punt had ik gemeten en is hij nu dus gewoon een hele kilo erbij. Maar de afgelopen 2 maanden is hij echt mega goed gaan eten, of mega goed, voor zijn doen. De boterhammen gaan er weer goed in en vooral het avondeten krijgen we ook steeds meer erin. Dus daardoor is hij nu wel goed gestegen. Zit hij nog steeds op de -2 lijn, maar hij was zelfs eronder gegaan. Dus dan, je hebt zeg maar die curve zo en hij zat nog onder die curve op een gegeven moment. Maar nu zit hij gewoon weer op die -2 lijn. Dus dat is zeg maar de onderste lijn van de curve. Maar goed, daar hadden wij vroeger alle twee, waren we ook niet heel erg vet, van de vetjes. En hij groeit met zijn lengte echt precies gemiddeld. Gewoon. Dus daar zit het hem niet in. Hij is gewoon hartstikke goed aan het groeien, alleen zijn gewicht. Hij is gewoon heel actief en heeft niet zoveel gegeten. Tot en met dus de afgelopen 2 maanden gaat het steeds beter. Dus niks om ons zorgen over te maken. Maar het is wel gewoon fijn voor hem zelf als hij iets meer spekjes heeft. Zodat als hij dus een keertje ziek is of zo, dat hij wel wat reserves heeft. Vandaar. Maar goed, niks om te klagen dus. En hij is nu even samen met Thijs zwemmen. Had hij super veel zin in. En ik denk, Charlie is nu voor deze week 3 maanden. Wanneer is het de 30ste? Of donderdag volgens mij. Woensdag of donderdag? Ja, donderdag. Is hij 3 maanden. Dus hij kan wel mee gaan zwemmen nu. Dus ik zat te denken om woensdag, dan zijn we met z'n vieren thuis, te gaan zwemmen. Met z'n vieren. Lijkt me wel heel erg leuk. Vanaf volgende week, zo. Deze week is mijn laatste vrije week. Vanaf volgende week kunnen de 2 kindjes volledig naar het kinderdagverblijf. Eigenlijk vanaf vrijdag al, deze vrijdag.
En ik zit eraan te denken, ik ben nog niet alle dagen ingepland volgende week op mijn werk. Dus ik zit eraan te denken om Charlie dan wel naar het kinderdagverblijf te brengen en Jimmy niet. Om dan een keer echt een hele dag met hem even weer volle aandacht voor hem te kunnen hebben. En dan iets leuks te gaan doen. En sowieso lijkt me dat fijn op de momenten dat het kan, als het een keer uitkomt, dat ik niet hoef te werken, maar ze wel dus naar de opvang kunnen, om dat dus af en toe zo te kunnen doen. Lijkt me echt heel fijn voor hem ook, die één op één aandacht. Dus ik ga nou even bedenken wat we kunnen gaan doen, als we dat doen volgende week. Meneertjes? Nee. Wow, wat was dat? Jij hebt de camera één keer op de grond gegooid en nou doet hij allemaal gek. Gekke geluidjes maken, nou was er ineens een trilling. Moet je niet meer doen, hè? Anders doet hij het straks niet meer. Waar gaan we naartoe? Een muziekje. Een gek trillertje. Oh. Hé, waar gaan we naartoe? Ik weet het niet. Weet je het niet? Nee. Ik heb net gezegd tegen jou. Want wat zijn ze aan het doen bij opa en oma? Bouwen. Ja, we gaan... Bouwen maar niet thuis. Opa wel, oma is werken. Maar we gaan kijken, want ze zijn daar de nieuwe keuken in elkaar aan het bouwen, de mensen. En dat vind je heel interessant om te zien, hè? Ik denk dat ze al ver klaar zijn. Hij is ook een beetje moe van het zwemmen. Hij heeft wel geslapen, maar niet lang genoeg, denk ik. Zal je vanavond goed slapen? Of dadelijk nog even in de auto, mag ook. Ga je met papa mee rijden of met mama mee rijden? Ga je wel mee. Red je daar. Laatste dan. 3 uur. Ja, kan toch even mee? Oké. Okay. Oma is werken. Oma werken. Ja, oma is werken. Oma, maar opa is wel thuis. Daar bij de meneren. De gekke woordjes die je gebruikt als je een kind hebt. Zijn ze weer aan het bouwen hier? Wow. Het wordt al wat, hè? Wat een bende, hè? Mooi zeg. Boor? Ja, daar. Wow, heel veel verschillende. Zoveel boren hier. Ja, er moet heel veel gebouwd worden, hè? Dan is dat. Ja. Vet hoor, zo'n groot blad. Ja, dat is wel mooi. Mooi. Aanzetten. Aanzetten? Dit is water. Wat een bende. Ja, dan moet je even nog in kunnen kijken. Wat zeg je? De balk. Balk? Opa. Wasbak, ja, klopt. Het is thuis. Ja, het lijkt er wel op, hè? Ik heb gedoucht, mensen. Jawel, zonder Thijs en met kindjes in bed. Weer een nieuwe overwinning. Aangezien Charlie dat er onrustig is en Jimmy ook... vaak wel wakker wordt als hij de douche hoort. Of ja, niet per se als hij de douche hoort, maar gewoon als hij iets hoort. Ik heb ook de helst, de meest erge autorit achter de rug. Want Jimmy is eigenlijk altijd heel vrolijk in de auto. Charlie krijg ik meestal wel gewoon stil met een pink of een speen. Speen pakt hij al 2 weken nu niet meer. En ik zat in de auto en Charlie was moe, maar het lukte hem niet om te slapen. Jimmy was moe. Dus die begon ook te huilen. Dus ik zat echt in de auto met 2 jankende kinderen. Die ik alle 2 niet stil kreeg. En toen belanden we in de file. Die ook nog eens 3 kwartier duurde. Terwijl ik daar op die weg nog nooit een file heb gehad. Dus het was echt zo huilen, huilen, huilen. Oké. Okay. En vervolgens stonden we daar stil. Oh my god, ik was bijna in staat... om op de vluchtstrook stil te gaan staan en Charlie in ieder geval te voeden. Zodat die in slaap zou vallen. En dan Jimmy maar even mijn telefoon in mijn handen of zo te geven. Zodat hij daar misschien even afleiding van had. Maar goed, uiteindelijk werd Jimmy stil. Omdat ik zei van, misschien hebben ze wel de auto's wel een botsing gehad. Toen was dat allemaal vet interessant. Terwijl hij daarna dat wij ook met de auto gingen botsen. Kreeg ik hem weer niet uitgelegd dat het niet de bedoeling is om te botsen. En Charlie die heb ik dus wel met mijn telefoon even een filmpje laten zien. En toen was het niet meer huilen, maar een beetje nog zo zeuren. Zo. Maar hij keek in ieder geval even tv op mijn telefoon en daardoor werd hij rustig.
Oh man. Nou ja, dat was nog nooit gebeurd. En ik hoop ook dat dat niet heel vaak gebeurt. Want het was wel echt heftig. Wow. Niet leuk om zo auto te rijden, kan ik je vertellen. Goedemorgen. Alle. Goedemorgen. Allemaal. Allemaal. Ja, vandaag gaat Charlie voor het eerst naar school toe. Jimmy, samen met jou, alleen dan in de andere groep, hè? Dan met in de andere groep. Ja. Weet je nog welke groep jij gaat? Kindje. De grote kindjes, hè? Kindjes. Ja, van Kim inderdaad. Dus ik ga hem zo wakker maken. En ik ga hem daar toch maar een fles laten geven. Oh, nou maken we hem wakker, want nou zijn we de camera aan het draaien. Dat hoort hij, dan hoort hij zo. Dit is niet goed. Nee. Kijk, nou zie je het bed in plaats van Charlie. Oh, hier is hij weer. Zo, zo moeten we hem laten staan. Maar ik hoop dat hij daar dus de fles drinkt. Het is 2 uurtjes dat hij mag gaan oefenen daar. En eerst intake met alles bespreken hoe ze daar werken en wat ze wel en niet doen en hoe en zo. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben al vanaf 4 uur wakker omdat Charlie had gespuugd en daardoor klaar wakker was. Toen daarna drinken gegeven, toen in bed gelegd. En dan wordt hij wakker. Oh ja. Toen in bed gelegd en toen werd hij na een kwartier weer wakker. En toen spuugde hij nog meer. Hij was heel erg aan het hoesten namelijk. Het gaat wel goed zo. Hij was heel erg aan het hoesten. Dus daardoor komt er dan ook spuug mee. Hij is weer heel erg verkouden. Dat komt zeker door jou, Jimmy. Heb jij gegeven aan Charlie? Ja. Dankjewel. Dus... toen kon ik zelf ook niet meer slapen. En precies op het moment dat hij sliep, werd Jimmy wakker. Maar heel goed, want Jimmy, wat gebeurde er toen jij wakker werd? Waarom mocht jij uit bed? Welke kleur had het schaap? Jimmy. Ja, Jimmy werd wakker. We hebben het schaap, Zazu het schaap. En ik had hem gezet op 6:45, want dat is ongeveer de tijd dat hij wakker wordt. Dan gaat hij op groen, dan gaat het schaap doet dan zijn ogen open. Hè? En dan betekent het dat je uit bed mag. En toen werd hij dus 5 minuten nadat het schaap al groen was, werd hij wakker. Want ik was toch wakker, dus ik was de camera in de gaten aan het houden. Of dat hij ervan wakker schrok, want dat hoor ik wel eens. Als het schaap zijn ogen open doet, dan hoor je zo klik. En ik hoorde dus ook op de camera klik, maar hij bleef slapen. Toen 5 minuten later werd hij wakker. Klik. En toen... kwam die naar ons toe? Ja. Want het schaap was groen. Dat was kei goed van jou. Kik. Krap. Maar goed, ik ga hem even aankleden en dan kunnen we gaan. Nee, op het dak. Jimmy, op het dak is dit de bank, is het dak. Hij is aan het oefenen voor Zwarte Piet. Piet. Ik blijf Zwarte Piet zeggen. Ga je de bal meenemen? Ja. Maar op school hebben ze toch ook ballen? Dat is wel. Ja, dat mag. Maar dan mogen ook andere kindjes mee spelen dan, hè? Dag Lucia en Harry. Dat is het bij jouw kindje ook. Ja. Ben je er klaar voor, Charlie? Let's go. Kom, Jimmy. We gaan naar school toe. Zo, we hebben net Charlie afgezet bij het kinderdagverblijf. En... ondertussen hebben we eerst intake gehad en hij zei, een van de begeleidsters had hem de fles gegeven. En hij pakte hem gewoon. Binnen 30 seconden zei ze, even 2 keer kokhalzen en daarna pakte hij hem. Dus niet hoeven huilen of zo, want ik zei ook, zodra hij ook maar iets begint te huilen, meteen stoppen. Anders krijgt hij weer echt afkeer ervan. Maar meteen gepakt en gedronken, dus hij is tevreden. Super fijn. Ik was echt een beetje bang en denk, oh ja, zal ik wel of niet die fles geven, want anders zul je zien... Nu lukt het nog, maar nog niet heel makkelijk. Dus ik denk, als het nou bij hun niet lukt, dan heb ik morgen weer een probleem. Maar het ging. Dus ik ben echt super blij. Daar heb ik wel vertrouwen dat het vrijdag ook goed gaat komen. Wat? Hoe jij hierin duikt? Nee,
Nee, die vent uit voor mij. Zo'n oude vent. Die kocht een pak stroopwafels. Ja. En die met pinnen deed hij al zo van, hoe werkt deze? Ja. En toen liep hij gewoon weg. Toen ik klaar was met pinnen. Oh, zonder stroopwafels? Kast, ja, meneer, uw stroopwafels. Hij liep gewoon door. Ja, ik er achteraan. Ik zeg, meneer, u kwam toch voor stroopwafels? Oh yeah, verrek je. Verstrooide mens. Ja, beheerlijk. Maar goed, ik ga nou even snel thuis kolven, anders hebben we dat probleem weer. En dan kunnen we hem alweer ophalen. Dan mag jij maar in doen, want ik voel me wel dat ik bijna op mijn rug ga. Hey schatje, word maar even wakker. Heb jij het zo goed gedaan daar? Ja. Flesje gedronken en even geslapen zeg. Wauw. Hallo. Beter kan niet hè. Hallo. Dan gaan we weer lekker naar huis toe. Charlie. Hier is papa. Oh, dat heb ik hem lang niet zien doen. Trillupje. Ja. Kijk deze appel. Zo kun je het beste zien denk ik. Die lag op tafel, die had Jimmy niet helemaal opgegeten. En nou, wacht, hij stelt niet scherp. Lacht hij op de hondenmat. En hij is helemaal zo, allemaal van die hele kleine tandjes zitten erin. Wie heeft hem afgepakt? Wie was het? Was jij het? Had jij dat gedaan? Er zit ook echt zo'n spoor van dat ze hem hebben zitten aanduwen op de mat. Meneertje die slaapt elke keer de laatste dagen mega lang 's middags. Ik vond het nu wel fijn, want ik was dus vannacht echt heel erg vroeg al wakker en daarna kreeg ik hem niet meer in slaap. En toen sliep hij wel en toen werd Jimmy wakker. Ik weet niet of ik dat al verteld had vanochtend, maar ik was vanaf 4 uur wakker. Dus ik vond het fijn dat ik even mee kon slapen, maar ik was om 12 uur met hem naar boven gegaan. En net om 3:30 sliepen we nog. Ik heb wel tussendoor gevoed, maar daarna sliep hij weer verder. Dus ik heb hem maar weer gewoon in bed gelegd. Dus misschien, ja, ik zou heel erg bijzonder zijn als dit blijft. Ik denk dat het gewoon een fase is dat hij even wat meer slaapt. Maar er zijn ook kindjes die gewoon heel de middag slapen, altijd. Het zou wel zijn als Charlie er ook zo een is. Maar ik ga er maar niet van uit. Bedoel je dat ook, dat je, als je de ene avond iets gegeten hebt, dat je er de volgende avond weer zin in hebt? Ik heb dat echt heel erg. Ja, we hebben laatst een keer ijsjes gekocht. En ik heb er gewoon meteen weer zin in. Elke avond hebben we nou ijsjes. Niet echt best. En als ik bijvoorbeeld vandaag chocola eet, heb ik morgen weer zin in chocola. Of met chips, of maakt niet uit. Altijd. Maar goed. Wat ik wou zeggen. Oh ja. Ik heb voor Charlie toestemming gegeven om hem op zijn buik te laten slapen op het kinderdagverblijf. Wat ik wel een beetje spannend vind. Maar hij slaapt alleen maar op zijn buik goed. Behalve als hij in de wandelwagen buiten slaapt. Maar het gaat ook eigenlijk altijd goed. Ik neem wel een topper mee van AeroSleep. Zodat als hij met zijn neus erin belandt, dat het in ieder geval niet binnen een minuut afgelopen is. Kindjes die op de buik slapen, die mogen daar vooraan slapen. Zodat ze de camerabeelden, ze hebben gelukkig camera's. Want dat was bij het oude kinderdagverblijf van Jimmy niet zo. Maar hier hebben ze gelukkig wel camera toezicht. En dan liggen de kindjes die op de buik slapen, liggen vooraan. Zodat ze ook echt goed het hoofd kunnen zien. Dus dat vind ik wel fijn. Maar goed, ik vind het toch wel spannend. Als je er zelf niet bij bent. Ik ben de baby, mama. Ben jij nou de baby? Ja. Oh. Maar nou is het baby Jimmy ineens. Ja. Hallo baby Jimmy. Nou, is wel een drukke baby. Ja, zo hé. Zo hé, dat is een gekke baby. Gaat het? Ja, ik ben je papa. Oh, die baby kan wel praten. Eus. 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 Nou, wat zo'n gekke baby heb ik echt nog nooit gezien. Zo groot. Zo groot? Ja. Ja. Klein. Ben klein. Ben je klein? Ja. Ik ben klein. Nou, kom maar uit, want dat is voor de baby en niet voor de Jimmy. Ik wil Jimmy. Hè? Huh? Ik wil nog even blijven. Wil je nog even blijven tot het liedje is afgelopen dan, oké? Okay? Doei. Doei.
Wat zie je? Oh ja, dat is een basketbalnet, hè? Ja, ik thuis. Heb jij ook thuis, ja. Maar wel een iets kleiner, hè? Die is heel groot, die we hier hebben. We zijn even op de sportschool. Vorige keer was het drama met hem, maar hij zit hier een kidsclub bij. Dus dat is echt ideaal met sporten. Alleen Jimmy die vindt het elke keer heel erg moeilijk hier. Alleen maar huilen. Dus we hebben hem al heel lang niet meer gebracht. En nu was het de vorige keer dat we hem weer een keertje gebracht hadden, was het nog steeds weer drama. Dus wat ik nou bedacht heb is om er even bij te blijven. Nu zijn we alweer in een andere ruimte. Maar hij was hier de hele tijd wel aan het spelen. Maar dan zoekt hij mij toch de hele tijd op. En als dan die mevrouw tegen hem praat, dan zie ik hem zo naar mij kijken. Dat hij dat nog spannend vindt. Maar misschien helpt het dat we hier nou even wat vaker zijn. Met ik erbij ben. Andere tennis. Zullen we bij de mevrouwen gaan kijken bij de andere tennis? Maar dan moet je die wel even terugleggen. Want daar bij die grote tennis kunnen we alleen maar kijken naar de mevrouw. We vinden het heel interessant. Je hebt hier ook allemaal van die tennisbanen. Dat is heel leuk om te zien. Kom, dan gaan we kijken. Nee, die moet je wel hier laten. Want je mag daar niet meedoen. Je mag alleen kijken. Maar je mag niet zelf tennissen, want dat is alleen maar voor grote mensen daar. Ik ook tennissen. Ja, jij kunt wel bij die van net daar doen. Dat mag wel. Blauw? Ja, met de blauwe bal. Dit is ook superleuk. Hier hebben ze een heel grote ruimte waar ze ook allemaal kunnen sporten. Volgens mij is dit met judo vanaf 6 of zo hier pas. Dat zou misschien ook wel leuk zijn voor hem. Oh, ga hem terugzetten, heel goed. Gaan we kijken? Oké. De goal. De goal, ja. Maar er ligt geen voetbal hier, hè? Dus kunnen we nou niet scoren. Kom, we gaan naar tennissen kijken. Ja. Charlie is mega verkouden. Zo verkouden dat hij nou niet wil drinken aan de borst. Dus ik moet thuis eventjes een fles maken. In de hoop dat hij die wel drinkt. En ik heb al moedermelk in zijn neus gedaan, maar het blijft maar dicht. Ja, kun je voelen dat het warm is? Maar nee, niet aanraken. Ik weet niet of het heet is. Sorry, een beetje stom van mij. Buikspieren trainen. Dat moet je zo doen. Ja, zo ja. Ga jij ook deze helikopter nog opeten? Ja. Weer een helikopter. Gekke. Je hebt een gekke broer hoor. Oh. Weer een helikopter klaar. Het avondeten is weer wat lastiger mensen. De fases die zijn weer terug. En... dit is een oranje helikopter. De hoofd. In de garage. Zo, dat eten was echt niet lekker. Kan ik zo van balen, hè? Er komt gelukkig echt maar heel weinig voor. Maar soms heb je iets bij je waarvan je denkt, dit is niet lekker. En dan... is het gewoon balen dat je geen lekker avondeten op hebt. Natuurlijk kan ik ook zo van balen als je dan een keer uit eten gaat. En dat je dan net iets kiest wat uiteindelijk niet zo lekker blijkt te zijn. Maar goed, kan gebeuren natuurlijk. Ik had nou ook iets nieuws geprobeerd. Af en toe moet je iets nieuws proberen natuurlijk. Maar het valt niet altijd in de smaak. Deze was het. Wat is dit? Die noedels van Picnic had ik besteld. Dus mocht je deze een keer over twijfelen. Ik vond het geen aanrader. Niet doen. Het was wel heel makkelijk. Met alleen maar verse groenten die al gesneden waren in de pan mikken en klaar. Maar nee, ik vond het echt niet lekker. Maar goed, weet jullie dat ook weer. Goedemorgen. Hey Charlie, gefeliciteerd met je 3 maanden verjaardag. Vandaag ben je 3 maanden alweer. Wauw. Zo oud. Ben je alweer zo oud? 3 maanden mensen. Wow. Gaat echt zo snel. En dan moet je vrijdag alweer naar het kinderdagverblijf gaan wennen. Nou, wennen niet meer. Het is je eerste officiële dag. Wow. Je bent zo lief. Mama wil jou nog thuis houden. Hè? Huh?
Hoi Charlie. Hallo. Heb je ooit zo'n blij kind gezien? Nee. Het is echt zo anders dan Jimmy, hè? Mm-hmm. Waarom ben je nou niet blij? Je hoeft jou maar aan te kijken of je begint al te lachen. Zo lief. Zo tevreden ben je ook de laatste tijd. Zo tevreden. Zullen we dat zo houden, Charlie? Gewoon lekker heel de dag tevreden zijn? Dat is wel een goed idee, toch? Vinden wij van wel in ieder geval. We hebben gisteren trouwens kraambezoek gehad en toen hebben we deze gehad. Dat is van Mr. Bean. Was jij bij dat ik hem kreeg of niet? Mm-hmm. Echt zo schattig. Lachen bek. Kom hier. Goed vasthouden, hè? Vasthouden. Ja. Hoppa. Geslaagd weer. Voor de oefening. En terug. Knikkenbol. Daar gaan we weer terug. Oh. Nog een keer? Oh. Oh, sorry. Gezichtje. Sorry. Hij vindt het gewoon echt leuk om te zitten ook, volgens mij. Doe nog eens. Nog een keer. Komt-ie. Ja. Yeah. Goed zo. Knikkenvolgertje. Dit is nog een beetje zwaar in jouw hoofd. Terug. Dat vind je niet leuk, hè? Nee, dan moet je hem gewoon neerleggen. Als hij dat niet leuk vindt. Klaar. Hij wil lachen. Hij heeft wel precies datzelfde sipgezichtje als Jimmy doet, hè? Die doet ook zo met zijn mondje zo. En dan, als ik dan hem aan het lachen maak, dan gaat hij toch lachen, maar ook huilen tegelijk zo. Ik kan het niet uitleggen en kan het ook niet nadoen. Doe jij? Nee, ik weet niet van wie die daar heeft. Maar het is wel echt iets wat bij de broertjes hoort. De gebroeders van Zijl. Ja. Echt waar? Ja, wat gebeurde er toen dan? Kun je nog meer vertellen aan mama? Ai-ya-la-la-la-la. Je bent zo toetie. Ha-la-la-la-la-la. Je vindt het leuk als mama liedjes zingt, hè? In de maneschijn. Kun je al meezingen? Oh, je bent een beetje druk. Je bent een beetje druk. Kusje. Kusje. Niet zo boos kijken. Dat is beter, ja. Jouw glimlach is het allerliefste. Oh, mijn wimpers, mensen. Ik heb al 2 weken dat ik mijn afspraak heb moeten verzetten. Dus het wordt er niet beter op. Maar ik heb Jimmy weer opgehaald en het is weekend, maar het is niet morgen de laatste dag. Voor mij is het morgen wel weekend, want ik sta morgen nog niet ingepland op mijn werk. En Charlie en Jimmy kunnen naar de opvang. Dus dat betekent mijn allereerste dag zonder kinderen. Wauw. Dus voor mij voelt het als weekend. Wat? Bisovon? Bussen. Bussen, ja. Oh, busstation. Sorry, soms versta ik je nog niet zo goed. Maar Buffefon is dus busjas. Busstation. Heel goed, schat. We zijn inderdaad bij het busstation. Zo lief hoe jij praat. Zo, en de rust is weer wedergekeerd. In Huizen van Zijl. Soms achternaam voor wie het niet wist. Nou moet ik alles gaan klaarmaken voor morgen. Want morgen gaat Charlie voor de eerste keer een hele dag naar het kinderdagverblijf. Oh.
altijd als je probeert een beetje zachtjes te doen, hè, dan laat je van alles vallen. Het duurde even voordat Charlie sliep namelijk. Ik ben bezig om hem in de slaapzak te leren slapen. Wat nog niet van zijn leien dakje gaat. Deze natuurlijk weer afspoelen. Maar hij moet in een slaapzak ook niet weer wakker worden op het kinderdagverblijf. Verplicht staat er. Is dat normaal? Ik weet niet, maar het kan toch zijn dat kindjes niet onder een slaapzak slapen? Of in een slaapzak. Hij wordt weer wakker hoor. Sorry, ik ben een beetje aan het klagen. Flesjes. Voor morgen. Dan moet ik even gaan bedenken hoeveel melk ik uit de vriezer ga halen. En wat ik morgen kolf, neem ik dan dinsdag mee. Naar het kinderdagverblijf. Dat is dan de volgende keer dat hij weer gaat. En dan zo kolf je elke keer wat je die dag als je werkt kolft, geef je de dag erop. Zeg maar. Zo doen ze dat. Dus eerst moet ik nu uit de vriezer pakken. En dan vanaf morgen heb ik een voorraad gewoon wat uit de koelkast komt. Dat is ook beter, want in de vriezer gaat er altijd wel iets verloren qua voedingsstoffen en zo. Dus hoe verser, hoe beter. Ja, wat moet ik nog meer meenemen? Slaapzak zijn we nu dus aan het proberen. Die neemt morgen mee. Schone kleertjes, flesjes, melk. Volgens mij is dat alles. Morgen vroeg komt eerst de prelogopedist trouwens nog. Ook al drinkt hij nu de fles wel, wil ik haar wel toch nog laten komen. Die afspraak gewoon door laten gaan. Omdat de manier waarop hij aan de fles drinkt en ook aan de borst is nog steeds niet goed. Hij klakt veel en hij laat het vacuüm heel snel los. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat een prelogopedist daarover te zeggen heeft. En of dat zij er misschien nog iets mee kan. Dat heb ik bij Jimmy nooit gedaan. En Jimmy had precies hetzelfde. Dus ik ben wel echt benieuwd wat zij daar nog mee kan. En of er iets aan te doen is. Wat ze erover zegt in ieder geval. Maar hoe het morgen bij het kinderdagverblijf voor de eerste keer gaat, zullen jullie pas zien in de volgende video. Want deze video is nu voorbij. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je ook benieuwd bent hoe het bij het kinderdagverblijf is gegaan. Vorige keer met Jimmy moest ik heel erg huilen. Ik ben ervan verzekerd dat het deze keer niet gebeurt. Maar we zullen het zien. Tot de volgende.